Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Oh, Marco staat hier al te kletsen. Oh, blijkbaar is de deur al open. We zijn naar een verjaardag, dus ik ga gauw naar binnen en ik neem jullie heel de week weer mee. Hey. Wij zijn op een verjaardag met herriemakende kinderen. Ja, Ferry's verjaardag moet precies zijn. Ja, heel oud geworden. Ferry is 31 jaar geworden. 31 jaar, we zeggen, zie je er niet vanaf. Nee. En ja, wil je ook nog je eigen leeftijd zeggen? Ik ben 26. Een oproepje doen? Ja, volg allemaal Kiki. Nee, duimpje omhoog. Nee, dat hoeft niet. Oh, nee. Jammer. Hij is nog vrij zelf. Denk het is Temptation Island. Raar. Nou, proost jongens. En, duimpjes omhoog allemaal, hè. Tot morgen. Like, volg. Goedemorgen allemaal. Ik zit in de auto. We hebben gisteravond een verjaardag gehad. Het was super gezellig. En ik zit nu in de auto. Het wordt licht, gelukkig. Maar ik moet naar Rotterdam, naar de Meent. Om voor de laatste keer mijn oksels te laten laseren. Tenminste, de laatste keer van mijn... afspraken. Ik denk, dan moet je echt een half jaar wachten om te kijken hoe het is. Ik denk dat ik daarna nog wel een keertje terug moet komen om het nog een keer te behandelen. Jezus Christus. Maar goed, daar ga ik nu naartoe en dan ga ik naar huis. En ik denk echt dat ik heel de dag de serie Riverdale ga kijken. Ik ben daar gisteren voor het eerst mee begonnen. Jullie zullen wel denken, lekker laat of weet ik veel, misschien is er geen reet aan. Maar de eerste paar afleveringen vond ik wel interessant. Ja, dus dat. Marco gaat naar Feyenoord. Die is nu aan het werk. En vanavond al je niet love care special of zo. Ik weet niet wat er nog meer op tv komt. Maar dat vind ik wel leuk. Dus let's go op naar Rotterdam. Zo, ik loop in Rotterdam onderweg naar de laserkliniek. Waar ik allemaal leuke kerstverlichting. Hier op het plein staat ook een hele leuke mooie kerstboom. Maar goed, ik loop door naar de laserkliniek en dan zie ik maar zo weer. Zo, dat was mijn laatste keer laseren alweer. En nu ben ik thuis en heb ik net een heel cool kerstpakket ontvangen. Deze hele grote doos. Echt leuk, dus ik ga nu kijken wat erin zit. Chippies. Een soort soepstengeltjes. Servetten van stof. Cadeautjes. Wat zou dit zijn? Zonnebloem broodmix. Oh, dat is grappig. Kan mama een brood bakken? Wij hebben geen oven. Och, lepeltjes. Ik heb het hele servies compleet van Riviera. Dus hier ben ik echt vet blij mee. Echt zo schattig. Een snijplank. Enjoy. Echt zo cool. Van hout. Hou mijn telefoon gaat af. Een hart met glitters van glas. En allemaal cadeautjes. Die ga ik eerst even uitpakken. Die laat ik zo zien. Dit is wat ik verder gehad heb. Ik heb het even uitgepakt. Dit superleuke servies. Om uit te sletten. Vier kommetjes en vier verschillende bordjes. Echt heel leuk. Vier lepeltjes en vier gouden vorkjes. Toffe snijplank, die had ik geloof ik al laten zien. Dit, vier glaasjes. Ook allemaal verschillende. Echt super leuk. En dit heb ik van gesponnen suiker gehad. Een cadeaubon. Vet chill. Echt heel leuk. En superleuke glittersokken. Kijk, het scherp staat.
Nee, dus. Ja. En een snoepstaafje. En een bom van de Corner Bakery. Echt heel leuk. Ik ga nu heel snel plassen, want de All You Need Is Love kerstspecial begint. 3,5 uur lang kijken naar verliefde mensen. Echt mijn kersttoppunt. Romanticus. Maar goed, ik sta in het toilet, dus ik ga plassen. En tot morgen. Zo, lekker liggie. Doei. Goedemorgen allemaal. Het is eerste kerstdag. Het is gewoon kerst, want ik vind tweede kerstdag echt zoiets belachelijks. Geen enkel ander land heeft ook tweede kerstdag, alleen wij domme Nederlanders weer. Maar goed, we gaan zo naar mijn ouders. Ik heb mijn nieuwe velvet tas om, zo leuk. En mijn kersttrui. Echt grappig, die hebben we van de postcode loterij gekregen. Ik ben dol op gekke kersttruien. Maar goed, daar gaan we kerst vieren. Ik ga mijn vader helpen met wat vlogs editen en dan lekker eten daar. Dus ik neem jullie gezellig mee. Merry Christmas! Hoi allemaal, het is tweede kerstdag. Ik hoop dat jullie mij horen. Ik heb de muziek even wat zachter gezet. Ik ga even snel mijn moeder ophalen en dan gaan we naar de winkels. Want we gaan heel eventjes kijken bij de camerawinkel of dat er iets omgeruild kan worden. Of ja, ik heb al een tijdje geleden gekocht, niks mee gedaan. Maar goed, you never know. Laten we het hopen. Ik ga nu op de weg letten en ik neem jullie mee. Verder doen wij echt nooit heel erg veel op kerst. Dus jullie zullen wel denken, wat doe je in godsnaam, maar vrij weinig chillen en eten bij familie en dat soort dingen, maar geen parties of zo. Maar goed, let's go. Ik ben weer thuis van de winkels. Gelukkig kon het omgeruild worden. Het was al precies zijn 31 dagen geleden gekocht, geloof ik. Maar het kon nog omgeruild worden, want kerstcadeautjes kan je wel vaker omruilen dus. Ook al is de tijd al verstreken, het was gewoon nog nieuw in de verpakking. Het ging om een tripod voor de GoPro, maar daar had hij weinig aan, want ik zit helemaal onder de pluizen. Want het was een heel zwak dingetje. Dus we hebben hem omgeruild voor een andere stevigere tripod. En kreeg zelfs nog geld terug. Dus dat was top. Thanks BCC. Ik heb nog nooit wat bij BCC gekocht. Mijn ouders blijkbaar wel. Maar goed. Ik ben dus weer thuis. Even Marco ophalen. En dan gaan we weer eten bij mijn ouders. Gezellig. Laatste kerstdag. Morgen weer werken in Amsterdam. Maar goed. Nog heel even genieten van even helemaal niks. Zo, ik ben weer thuis met mijn kleine schatje. Hallo. Hallo. Ik ga lekker mijn jas uitdoen. Goeie tijden kijken. Lekkere hoek dit. En dan morgen vroeg op weer werken in Amsterdam. Ik hoop dat jullie een hele leuke kerst hebben gehad. Inmiddels is het al een week geleden en gaan jullie lekker oud en nieuw vieren vanavond. Als het goed is. Dus ik wens jullie allemaal een hele fijne jaarwisseling. En alvast een heel gelukkig en gezond nieuwjaar. Maar goed, ja, gek. Jullie zien me volgend jaar weer. Hoe raar is dat? Dan zien jullie de laatste week van mei 2017. Maar het klinkt wel echt heel gek. Wij gaan kroelen. En tot volgende week.